Hoi lief allemaal, welkom bij weer een video op YouTube voor tweelingvlammen lichtwerkers. Ja, ik meen al te weten waar het over gaat. Het is een vervolg op de laatste video. De laatste video betreft groot verdriet vanwege vernederingen. En ik deed vanochtend een legging en een gedeelte van het Keltisch kruis heb ik hier liggen. Wat vooral van belang is voor deze video. Op het recente verleden lag groot verdriet. Dat was het, daar ging het over. Groot verdriet vanwege vernederingen. Gemeenheid, et cetera. Die video heeft best nog wel wat opschudding veroorzaakt. En dat begrijp ik ook. Maar enerzijds wat opluchting bij mensen gegeven. Veel mensen hebben me geschreven dat ze zich erin herkennen. Vervolgens wordt het wel stil. En voel ik eigenlijk al dat mensen weer terugvallen in de impasse. En verdomd, dat bleek ook zo. Twee van lucht. Niet in staat, niet bereid zijn om een besluit te nemen. Net, en dit is heel belangrijk, net doen of er niets aan de hand is. Dus, gemeenheid, vernederingen. Daar kun je dan niet meer omheen. Maar, en dan is er groot verdriet. En dan is er een bepaald besluit in je hoofd. Dit kan echt niet doorgaan. De dagen gaan weer wat. Het wordt weer wat rustiger. En bam, mensen komen weer in de energie van twee van zwaarden. Deze zegt: je intuïtie weet wat je moet doen. Deze lag bij de persoon zelf. Verdedig je overtuigingen en je beslissingen. Blijf op je standpunt staan. Kies met wijsheid waarover jij de strijd wil aangaan. En die strijd is dan natuurlijk dat je voor je moet kiezen wat voor jou juist is. Nieuwe kansen. Onverwachte kansen, je dromen achterna gaan, een sprong in nieuw geloof, de dromer, bam, als dwarsligger. Leidraad 7 van lucht wil zeggen verantwoordelijkheid uit de weg gaan. Plannen weer opnieuw herzien. Deze gaat ook over verborgen agendas, mensen die een verborgen agenda hebben. Maar deze staat ook voor verantwoordelijkheid uit de weg gaan. Dus, dat wou ik sowieso naar voren brengen. Uiteraard doe ik ook nog een legging erachteraan. En ieder heeft natuurlijk vrije wil. En mensen moeten soms eindeloos patronen herhalen om uiteindelijk echt naar die intuïtie te gaan luisteren. Maar wat het punt is vaak, dat mensen weer in het impasse komen, is dat ze als de beslissing moet worden genomen, dat je dan in een fase komt van het onbekende. Je komt eigenlijk in een soort van zwart gat. Je weet niet wat de toekomst je brengt. En dat is de overgangsfase waar mensen niet doorheen gaan. Ze willen de pijn niet in van dat dingen niet zo gelopen zijn zoals ze hadden gehoopt. De pijn van dat de liefde niet beantwoord is. Of dat de liefde niet, de relatie niet gelukt is. En oude pijn van verlaten zijn wordt dan ook aangeraakt. Maar vooral ook de angst voor het onbekende. Want iets valt weg en er is niets meer voor in de plaats. En dat is het punt waarbij mensen vaak weer teruggaan naar een situatie die ongezond is. Oké,
ik ben benieuwd of er dan nu ook nog een aanvullende reading dan op gaat komen. Nou, met de set van Sandra en Taylor. Oh ja, intuïtief naar binnen schoot, is dat ik met jullie moet delen dat er echt op de verkeerde personen het tweelingvlam label wordt gelegd. Kijk, mensen ontvangen synchroniciteiten, dubbele getallen, allerlei aanwijzingen. Mensen denken dan dat als ze in zo'n destructieve relatie zitten, dat dan toch de tweelingvlam is. Want ze krijgen allerlei signalen en synchroniciteiten van het universum. Een toxische relatie, een giftige relatie, waarbij sprake is van echt gemeenheid en vernederingen, dat is niet je tweelingvlam. Mensen hebben ook nog de overtuiging van, ja, het is mijn tweelingvlam, dus ik kan het niet loslaten. Onzin. Tuurlijk, op goddelijk niveau kun je het niet loslaten, want wat God ooit verbonden heeft, het tweelingvlammen zijn dus uit één ziel, zijn ooit één geweest en met de dualiteit gesplitst. Tuurlijk. Dat kan in principe energetisch niet losgelaten worden. Maar op aards niveau wel degelijk. Want het is namelijk niet zo dat tweelingvlammen tegelijk ascenderen. De schepping heeft geen fouten gemaakt daarin. Je kunt helemaal los van de ander je eigen ascensie lopen. Mensen raken helemaal vast in het tweelingvlam gebeuren. Ga ervan uit dat als het een toxische relatie is, met vernederingen en gemeenheid, drugs, drank, wat dan ook, verslaving, waarbij echt de meest nare dingen gebeuren, het is niet voor jou bedoeld. Ja, het is wel voor jou bedoeld om je lessen te leren. Maar niet je tweelingvlam om uiteindelijk mee herenigd te worden. Ga daarvan uit. Mensen die in dergelijke situaties blijven, dat heeft te maken met gebrek aan zelfliefde. En dat is nou het hele tweelingvlamproces. Daarvoor krijg je ook synchroniciteit en hulp van het universum. Om jou te leiden naar zelfliefde en ook hulp. Maar niet dat jij vasthoudt aan iets destructiefs wat jou vernietigt. Dus natuurlijk, tweelingvlammen die in separatie zijn, die hebben elkaar ook wel verdriet gedaan. Of in ieder geval, maar dat was er sprake van wat projectie en wat angsten. Maar niet zodanig, niet op dit level. Niet op het level van dat er met zulke egoïstische, narcistische kenmerken. Dat is niet je tweelingvlam. Oké, nou. Ik ga
ze eruit pakken. En ik hoop echt, echt, want vooral vrouwen maken deze vergissing. Ik hoop echt dat je hulp gaat zoeken voor je eigen heling, voor je eigen ascensie, voor je eigen groei, voor je eigen ontwikkeling. En dat als jij je vasthoudt aan een destructieve relatie, dat je er echt van uitgaat, ik heb hulp nodig. Het is ook nog zo dat heel veel vrouwen dan bij de ander leggen en zeggen dat de ander hulp nodig heeft. Maar het is een spiegel voor jou. Jij houdt niet genoeg van jezelf als jij vasthoudt aan een destructieve relatie. Oké. Ja, hier heb je hem al. Het is toch niet te geloven, hè? Kijk, dit is de leidraad. Dit zijn oude gevoelens van verlaten zijn, abandonment. Het vierde chakra, je hartchakra op de kop, komt niet voor niks als leidraad naar voren. Wauw. Oké, nou, daar kom ik zo op terug. Ja, oh. Wauw, hier heb je het al. Oké, ik kom er zo op terug. Ja, oké, duidelijk. Oké, nou. Poeh. Wauw. Oké, pas op, deze persoon heeft het niet goed met je voor. Maar jij bent er nog aan gehecht aan iets of iemand. Door jouw gehechtheid hou jij vast aan een persoon die het niet goed met je voor heeft. Het universum zegt je, laat het wie, wat, waar, wanneer los. Wie, de persoon die jouw tweelingvlam zou zijn, laat los. Laat het wat los. Laat het waar los. En laat het wanneer los. En plezier hebben in het leven betekent niet dat ik pijn vermijd. Deze mensen die vermijden pijn. Zodra dan even geen plezier is. Want je wordt in oude gevoelens van verlaten zijn geplaatst. Het is het onbekende. Je weet niet of er iets voor in de plaats komt. We willen die pijn niet in. We hebben dan even geen plezier in het leven. En we gaan pijn vermijden. En dat is de reden waarom mensen weer teruggrijpen naar de persoon die niet goed voor je is. Die het niet goed met je voor heeft. Hoe is het toch? Wauw. Gehechtheid, dat is het hele grote probleem. En het tweelingvlamproces, en daarom krijg je ook steeds synchroniciteiten, het is onthechten. Het is onthechten en het wie, wat, waar, wanneer loslaten. En helemaal vertrouwen op wat de bron, jouw hoge zelf, jouw goddelijk zelf, voor jou naartoe wil leiden. Maar als jij gehecht bent aan een uitkomst, het wat, waar, wanneer en het wie, dan kan je hoge zelf jou niet leiden naar wat voor jou bedoeld is. Want je houdt zelf heel krampachtig vast aan je eigen ideeën. Ja, en lieve mensen, de kracht zit hem in de herhaling. Dit is niet de eerste video.
het komt steeds weer terug. Dit komt steeds weer terug. Desalniettemin heel erg belangrijk, want ja, in de kracht zit de herhaling. De kracht zit hem in de herhaling, maar ook in het herhalen van patronen, zodat het je steeds duidelijker wordt dat je bepaalde keuzes moet gaan maken voor jezelf. Nou, it's an old sense of abandonment or the grief of a broken heart from a long past event. Het heeft te maken met je gebroken hart van heel lang geleden. Het is de pijn van jouw innerlijk kind. En daardoor trek jij een partner aan die niet goed voor je is in principe, maar wel goed is voor je groei, om jou te brengen naar meer liefde voor jezelf en dat je gaat focussen op de heling van pijn. Heling van pijn uit je verleden. Dat is waarom je dit aantrekt. En je spirituele ego gaat er iets van maken, zodat jij niet in het onbekende gaat stappen. Zodat jij in de val blijft. Zodat jij in de impasse blijft. Dit is mijn tweelingvlam, dus ik kan hem niet loslaten. Onzin. Flauwekul. Het is niet waar. Het goddelijk plan zit niet zo simplistisch in elkaar. Want anders zou je afhankelijk zijn van de ander om zelf te kunnen groeien, ontwikkelen, helen en te kunnen ascenderen. Daar gaat het om. Het gaat om jouw ascensie. Dat jij zo'n heelheid bereikt dat je niet meer hoeft terug te incarneren op aarde. Zodat je zelf een geascendeerde meester kan worden. Daar gaat het jouw proces om. En dat je tijdens dit leven ook nog eventueel dienstbaar kan zijn aan, aan meesterschap in de liefde te verkrijgen en dat ook door te geven die wereld in. Oké, ik ga nog even een verklarende kaart uit de Tarot van de Ware Liefde trekken als verklarende kaart bij de advieskaart nabij je toekomst. Even kijken die. En de verklarende kaart bij jou. Ja. En dan ga ik ze omdraaien. Magier rechtop notabene. Wauw. Onbewust dat je weg moet lopen. Even kijken. Het gaat hier dus eigenlijk om mensen die al wel bewust zijn. Kijk, deze ligt rechtop. Dit is die magie. Ik ga maar het boekje erbij pakken. Zodat je dat kan zien. Knowing and using your true power. Dat wil deze kaart zeggen. En rechtop zegt hij. Deze kaart vertelt je dat jij de magier bent. Water en energie is yin. Dus de power of spirit en klaarheid van gedachten. En de andere energie is yang. En die brengt jou in een bepaalde richting en ook naar jouw creativiteit. Samen
kun je magisch scheppen. En de spiegel staat naast hem. En dat kan je, als je daarin kijkt, kan dat je ware kracht weerspiegelen. De ware kracht die jij hebt. Als je deze kaart rechtop ontvangt, is het een hele belangrijke tijd. Je bent de alchemist van je eigen leven. En je kunt alle moeilijkheden transformeren in zegeningen. Omarm jouw intenties, zegt deze. Intenties van je hart in je dagelijkse leven. Laat je in de richting van jouw bestemming sturen. En dan zal je toekomst je duidelijk gaan worden, maar dan zal je dat zelf gaan scheppen, die toekomst. Die Angel of Balance ligt als uitdaging, maar die ligt wel rechtop. Being centered and self-honoring in your choices. Zorg dat je gecentreerd blijft, in balans blijft en dat je jezelf eert in jouw keuzes. In jouw keuzes. Vanuit het gedachtegoed van de magier. En dat is dus je goddelijk zelf. Niet je ego. Die ligt als dwarsligger, maar ook als uitdaging. Zorg dat je gecenterd bent. Er is iets in het recente verleden gebeurd waarbij je de kans kreeg om uit je gebroken hartgevoelens te komen. Die ligt op het recente verleden. Een kans om de pijn en het trauma had je achter je kunnen laten. En kunnen gaan vertrouwen op een groter plezier dat onderweg is naar jou toe. Wat er ook gebeurd is, wat jou pijn heeft gedaan in het verleden, je bent nu vrij om verder te gaan, dat zegt deze kaart. Want het universum heeft namelijk iets beters voor jou in petto. Zo, zegt deze kaart. Blijf dus loslaten van oud verdriet loslaten. En open je leven voor nieuwe intenties vanuit zelfliefde. En dan staat hier, joyous connections will follow. En dan zullen hele plezierige, fijne connecties gaan volgen. Die kans heb je in het recente verleden gehad. En als je de laatste video nog niet hebt gekeken, kijk die dan alsjeblieft. Weliswaar een groot verdriet geweest, maar daar moest je ingezet worden om het te kunnen helen. Want het is niet zo dat kan door pijn te vermijden. Plezier hebben in het leven betekent niet dat ik mijn pijn vermijd. Dus daar ben je ingezet. Om je gebroken hart, oude gevoelens van verlaten zijn te kunnen helen. Dat is een kans die het universum en jouw hoge zelf jou geven. Om je gehechtheid aan iets of iemand los te laten die het niet goed met je voor heeft. Om ook het wie, wat, waar, wanneer los te laten en volledig in overgave te zijn wat je spirituele begeleiders voor jou in petto hebben. Maar hij ligt op de kop bij de angst. Dus er wordt niet op vertrouwd.
Want bewust is bij deze mensen dat ze zo ontzettend graag die deur naar die ware geliefde willen openen. De deur naar die ware geliefde. Die ligt op het bewustzijn. Maar onbewust ligt walking away. Om het nieuwe te kunnen ontvangen, zul je uit het oude weg moeten lopen. Die kwam ook in de vorige reading naar voren, meen bij de conclusie. Maar er zijn dus mensen die terugvallen weer in het oude patroon. Dat zegt ook deze kaart. Terwijl ze de magier zijn, het zijn al bewuste mensen. Ze houden zelf hun eigen wishing fulfilled op de kop. Cornucopia, een van de mooiste kaarten die je kan treffen in deze set. Als die rechtop verschijnt, maar hij verschijnt bij jou op de kop. Wishes fulfilled is op de kop. En dat wil zeggen dat je zelf ook kunt scheppen dat jouw wensen niet in vervulling gaan. Persoonlijke frustratie, zegt deze kaart. Je voelt jezelf ontmoedigd. Omdat je wensen niet in vervulling gaan. Je bent teleurgesteld met de vertraging die erbij is. Je focust je op obstakels. Maar het komt door je eigen beslissing. Want jij bent niet bereid om in het onbekende te stappen. Jij bent niet bereid om dat gebroken hart in te gaan. Oude gevoelens van verlaten zijn. Van einde relatie. He, want zodra die pijn, als de eerste boosheid en de verontwaardiging van gemeenheid en vernederingen weer voorbij is, dan kom je natuurlijk in dat verdriet en bam, dan gaan mensen toch niet doen wat ze moeten doen. Walking away. Onbewust. Uiteraard. Met deze algemene readingen is het heel erg belangrijk dat je je eigen intuïtie gebruikt. Resoneert deze reading helemaal niet met je, laat het dan aan je voorbij gaan, dan is deze reading niet voor je bedoeld. Goed. Walking away wil zeggen dat het tijd is om dingen los te laten en verder te gaan. Iemand loopt weg uit een bestaande situatie. Ze doet het hek achter zich, walking away into a misty unknown future. En dat is nou net de angst. De unknown future. De onbekende toekomst. En dus gaan mensen weer grijpen naar het oude. Het is tijd voor jou om zelf de beslissing te nemen. Er is iets waar je klaar mee bent. Een carrière, een bepaald doel, een relatie of een een experiment wat al te lang heeft geduurd. Maar dat je gewend bent aan een bepaalde situatie, is angstigend om er van weg te lopen. Het is een goed moment om een oude gewoonte, een emotioneel patroon of een vals geloof. Ook een vals geloof dat iemand die niet goed voor je is, je tweelingvlam is. Om dat los te gaan laten. Het wie, wat, waar, wanneer. Laat los. Laat gaan. Maar de bereidheid hebben om weg te gaan uit een oude situatie. Om een nieuw begin te kunnen scheppen. Jij als die magier. Maar hij zit weer in het onbewuste.
Dus de deken is er weer overheen. En men gaat weer vasthouden aan een relatie die al lang over is. Angel of Love, op de kop. Even kijken. Angel of Love, op de kop. In principe staat deze rechtop voor tender connections. Maar hij ligt op de kop. En dat wil zeggen, het is een disconnect in the matters of the heart. In zaken van het hart is er gewoon geen connectie. Soms wil dat zeggen een separatie, afstand. Maar ook een emotionele afstand tussen twee mensen die wel bij elkaar blijven, maar op een diep niveau al lang niet meer connecten. Maar het verlangen, ja, blijft. En je bent, you'll find yourself unable to let go. It is time to release any toxic or unrequited attachment you may be holding on to. Dit is het precies. Je bent nog gehecht. Het is tijd om giftige, toxic gehechtheid, waar je maar aan vast hebt gehouden, om dat los te laten. The universe is waiting for you to free your heart. Die kans heb je in het recente verleden gehad met die enorme trammeland, die enorme ruzie, die gemeenheid, vernederingen. Want invloed van anderen ligt die indecision kaart op de kop. Wat jij met anderen meemaakt is om jouw besluiteloosheid op te lossen. Invloed van anderen. Wees niet meer besluiteloos. Indecision op de kop wil zeggen, yippie! Je besluiteloosheid heb je. Geshift. Congratulations. This card reversed indicates a newfound freedom. Deze kaart betekent dat er een vernieuwde vrijheid is in jou. Je hebt recentelijk een belangrijke beslissing genomen. En heb je klaarheid en helderheid in je nieuwe richting gebracht. De verwarrende energie wat je eerst hebt uitgezonden is weg, is verdwenen. En nu kun je met nieuwe plannen beginnen om je nieuwe plannen te scheppen als die magier. Invloed van anderen. Wat jij met anderen meemaakt, is natuurlijk om het zo heftig te krijgen dat je er niet meer omheen kan. Dat deze persoon het niet goed met je voor heeft. Maar dan nog kunnen mensen er een label op plakken. Het is mijn tweelingvlam en dus kan ik niet weglopen. Dat is zo triest. Toxic. Advieskaart naar bij je toekomst. Het is jouw gehechtheid. Het is jouw angst om in die laatste fase van verlatingsgevoelens te gaan. Je wil pijn vermijden. En dan ligt die temple path op de kop. En dat wil zeggen dat je dan weer van je pad afraakt. Als je deze kaart krijgt. Receiving this card reversed is a sign that you may have fallen off your path. Dan raak je van het pad af. Als je niet naar je intuïtie luistert. Je bent verward, zegt deze kaart. En je bent meer bezig eigenlijk met wereldse posities. Materiële winst. Het kan zo zijn dat je simpelweg oude, ongezonde gewoontes
van angst, gelimiteerd, iets ja, dat je limiet ergens aan geeft. Worry of doubt. Zorgen en twijfel. Als je deze kaart ontvangt, is het een echt een stevige boodschap dat het tijd is om je spirituele leven en jouw evolutie een hogere prioriteit te geven. En dat je niet toestaat dat je de kracht steeds verliest. Clear your mind, meditate en open up voor de aanwezigheid van je hoger zelf, je goddelijk zelf en de spirituele wereld die jou wil begeleiden via je hoger zelf. Het is allemaal beschikbaar voor je. Als je niet je naar hen richt, zul je steeds weer lijden scheppen. Want dan weig je eigenlijk zelf het licht aan te doen. Want je zakt steeds terug in oude gewoonten, ongezonde gewoonten van angst, gelimiteerd denken, zorgen en vooral ook zelftwijfel. Nou, duidelijk. En weer hè, ligt die financial constraint bij de conclusie. Mensen maken dan beslissingen op basis van wereldse zaken. Ook geld. Ook geld speelt dan, kan dan een rol spelen. Hè? Maar er worden meer dingen genoemd. Hè? Wereldse zaken. Maar ook oude gewoonten. Ongezonde patronen. Mijn intuïtie zegt me dat deze kaart niet alleen over geld gaat, maar meer over de materiewereld. En dat je daardoor ook dat mee laat spelen in je beslissingen. Maar dat is ook allemaal gebaseerd op angst. Dat je angst voor gebrek. Angst voor gebrek. Angst voor dat je geen overvloed zal scheppen. Dat je het allemaal niet zal ontvangen wat je zou willen. Dus ja, mensen die heel graag die deur openen, hè, New beginnings in love. Willen ze allemaal? Willen jullie allemaal? Daar is het bewustzijn. Maar het oude wordt niet achtergelaten. Ja, en dan kan het niet bij je komen. Zo simpel is het. Als je op zoek bent naar een nieuwe relatie. Of alleen meer liefde in relaties. Ja, dan moet je je hart openen voor een nieuw begin. In je ervaringen. Als jij vasthoudt aan oude ervaringen, kan dat niet gebeuren. En dat zegt deze. Ja, dus je begeeft je nu, en dat is echt waar, je begeeft je nu op de school van de harde klappen. Dat niet om je bang te maken, maar ik heb die school van de harde klappen ook nodig gehad om eindelijk wakker te worden. Je begeeft je nu op de leerschool van de harde klappen. Met een goed doel, met een goddelijk doel om jou uit toxische, giftige situatie te halen. En dat je gaat vertrouwen op het dat het universum iets beters met je voor heeft. Dat je dat verdient. Maar dat je alleen die periode moet overbruggen van het onbekende. En die periode gebruikt om je gebroken hart en de pijn van verlaten zijn te helen. Dat is waar je doorheen moet. Dat kun je niet vermijden, die pijn. Die kwam als eerste uit. Dat kun je niet vermijden. En jouw besluiteloosheid in iets wat je al lang weet. Weet je nog die andere kaart? Die impasse, weigeren om besluit te nemen. Je intuïtie weet al lang wat je moet doen, maar je maakt die beslissing niet. Ja, je krijgt steeds hardere klappen, je steeds grotere vernederingen, steeds intenser, meer, de ruzies zullen steeds heftiger worden om jou wakker te schudden.
steeds grotere chaos zal er komen. Omdat jij je eigen wensen, jij blokkeert dat je wensen in vervulling gaan. Die ligt op de kop. Omdat je besluiteloos blijft en niet bereid bent iets ouds achter te laten, zodat het nieuwe bij jou binnen kan komen. Het lot. Eens even kijken wat die zegt. Karma. Accepteren dat je niet alles kunt veranderen en weten wat je niet kunt veranderen. God geeft me de rust en helderheid om de dingen te aanvaarden die ik niet kan veranderen. Maar moed om te veranderen wat ik kan veranderen. En wijsheid om het verschil te kennen. Wauw. Ah, kijk, deze is heel belangrijk. De uitdaging van deze kaart is... Andere mensen zijn zoals ze zijn. Je kunt ze niet veranderen. De uitdaging is om ze te accepteren zoals ze zijn en om niet te proberen om ze te veranderen in iets wat jij graag wilt. Waarschijnlijk probeer je ook de persoon die helemaal niet goed voor je is, omdat jij eigenlijk geen beslissing wil nemen, ben je misschien heel erg druk om die persoon te proberen te veranderen naar jouw wensen. Omdat je dan niet die moeilijke beslissing hoeft te nemen om zelf weg te gaan. En om het onbekende in te stappen. Dit is het moment om eens te kijken hoe jij mensen probeert om te vormen naar jouw zienswijze. Of hoe ze zouden moeten zijn. Zodat de relatie kan blijven bestaan en jij je problemen vermijdt. Wauw. Wat als wie ze zijn en wat er tussen jullie gebeurt in deze situatie... perfect is vanuit het gezichtspunt van je goddelijk zelf en de spirituele wereld. Het is om jouw besluiteloosheid op te heffen en jouw leiderschap te laten nemen over je eigen leven. Het is nu tijd om te accepteren wat je niet kunt veranderen. Deze persoon heeft het nou eenmaal niet goed met je voor en dan kun je niet veranderen. Je kunt mensen niet veranderen. Het enige wat jij kan doen om jouw situatie te veranderen is weglopen, weggaan. Leiderschap nemen. Want het is nu tijd om te accepteren wat jij niet kunt veranderen. Ook als het betekent dat je jezelf, spirit en de ander moet respecteren door verder te gaan. Onvoorwaardelijke liefde betekent dat iedereen zijn eigen reis maakt en dat je niet de reis van een ander kunt bepalen. Wees je ervan bewust dat deze relatie gedoemd is om te mislukken en dat het tot gevolg heeft dat jij je zult ontwikkelen als een betere versie van jezelf. Dat is een mooie. Dit is de bedoeling om jezelf te ontwikkelen tot een betere versie van jezelf. Daarom is deze persoon op je pad gekomen. Maar deze relatie is wel gedoemd om te mislukken. Maar juist door de mislukking kom je in een oude pijn die je daardoor kunt verwerken. Waardoor jij heel kunt worden. Leg op deze persoon geen tweelingvlamlabel. Laat het wie wat waar wanneer los. Wauw. Deze zegt ook... Je hebt op dit moment geen controle over de groei die je doormaakt in je leven. Je wordt uitgenodigd om zonder reserve te accepteren wat er is. Het kan een tijdelijke situatie zijn die je schijnbaar door krachten van buitenaf zijn opgedrongen. Ja, want je moet hier doorheen. Maar er zit een onderliggend doel achter dat je nog niet ziet, het onbekende, omdat het lot dit heeft bepaald. Verzet je hier niet tegen... Ga erin mee en zie waar deze je toe leidt. Geef je eraan over en het wordt je duidelijk welke keuze je van hieruit kunt maken. Je zult daarna opbloeien. Het is moeilijk te begrijpen waarom goede mensen pijnlijke gebeurtenissen overkomen.
Het lot is eigenlijk een mysterie. De manier waarop we handelen in de omstandigheden en de uitdagingen van het leven aangaan, laat echter zien hoe we onze bestemming tegemoet gaan. Het is nu een van die momenten om je bewust te zijn van je machteloosheid, om bepaalde situaties te veranderen en je over te geven aan acceptatie. Houd je daaraan vast. Het leven wordt alleen maar beter. Handel alsof je erin gelooft. Het enige waar je nu controle over hebt, is je manier van handelen. Als je de loop van de gebeurtenissen volgt, eraan denkt wat je wel en niet kunt veranderen, dan wordt je alles duidelijk. Wauw. Helemaal passend hierbij. Privacy. Dit is de kaart om naar binnen te gaan. Om in je die balans in je steeds naar je essentie terug te keren. Wat dwars ligt, dus de uitdaging. Steeds naar je essentie, zodat je zelf erende keuzes kunt maken. Zodat je zelf eert. En dat je niet in destructieve relaties blijft zitten. Chips. Oh nee. Privacy, vleugelen 4. Even nog de details. Vleugelen 4. Ja, afzondering. Het is tijd dat je afzondert, zegt deze kaart. Advies gaat nabije toekomst. En ook de uitdaging. En tegelijkertijd de dwarsligging, want daar ga je steeds bij weg. Om in je centrum te komen. En dus moet je afzonderen. En de druk en eisen van een sociaal leven even laten voor wat ze zijn. Vermijd even confrontaties. Neem afstand van pijnlijke relatiekwesties, conflicten en afleidingen. En dat helpt je van stress en ongerustheid af. Ga terug naar je midden door naar binnen te kijken. Wil jij echt veranderen? Mediteer of bid dan dagelijks. Yeah. Verander zelf de situatie. Luister naar je innerlijke stem. Leer inzicht te krijgen in wie jij nu bent en met wie jij iets aan moet gaan of juist niet. En als je hunkert naar liefde, vind je die op rustige, helende plekken en bij prettige, spirituele mensen. Wauw, duidelijk. Advies kan naar bij je toekomst. Keer naar binnen, naar je centrum. En neem dan de keuzes die jou eren, die goed voor je zijn. Edelstenen koning op de kop. Daar ben ik benieuwd naar. Wat wil die zeggen? Op de kop. Dit kan iemand zijn die al met pensioen is. Kijk hoor. Even zien. Misschien vind je de ware liefde als je met pensioen gaat of met een gepensioneerde. Het kan over iemand zijn die... Ja, ik moet er even om lachen. Omdat ik moet denken aan iemand in mijn privéleven. Maar vanwege de privacy ga ik daar niet verder op in. Even kijken. Ja, iemand die op een dwaalspoor is geraakt in het zoeken naar de ware geliefde. Heeft wat onwerkelijke verwachtingen. Maar je relatie verbetert, zegt deze kaart, door je in absolute waarheden te verdiepen. En ja, dat je dan ook bij jezelf te raden moet gaan of jij je wil settelen en je daar ook dan met hart en ziel met iemand wil verbinden. Dit is ook iemand die zich teruggetrokken heeft uit een leven van praal, verantwoordelijkheid. Positie en rijkdom, vaarwel gezegd. Om eigenlijk op zoek te gaan naar de zin van het leven. Vastbesloten het pad te gaan van de grote filosofen. En te leren van iedereen die hij tegenkomt. En ook respect te hebben voor hun poging om iets van hun leven te maken. Iemand met rake humor.
Maar daar klinkt wel iets droefgeestigs in door, omdat hij een realist is en mededogen voelt voor de minder bedeelden. Wauw, mooi. Hij houdt met hart en ziel van zijn koningin. Ja. En iemand die met pensioen gaat. Iemand die met pensioen is. Of ja, stil gaan leven kan bevorderlijk zijn voor een bestaande relatie. Nou, dat is natuurlijk niet op iedereen van toepassing. Wel op degene waar ik aan moest denken in mijn leven. Maar de rest van de betekenis kun je natuurlijk wel ook op jezelf van toepassing verklaren. Hè? Dat je... ja, wat was het ook alweer? Ja, iemand die mededogen voelt voor de minder bedeelde. Ja, dat past ook heel erg bij het tweelingvlamproces. Dat je daar op een gegeven moment ook voor in gaat zetten. Ja, en iemand willen vinden, een charismatische partner zie ik ook nu staan, die van je houdt zoals je bent. En dat je je in absolute waarheden moet verdiepen met betrekking tot de ware liefde. Dat is het vaak ook, hè? Van dat je daarin kennis en inzicht moet vergaren. Van hoe schep je ware liefde? En je moet dan ook inderdaad bereid zijn om het leven van praal, verantwoordelijkheid en zo, en rijkdom en positie vaarwel te zeggen. Ja. En dat je bereid bent om te leren van iedereen die je tegenkomt. Respect te hebben voor de pogingen van mensen om iets van het leven te maken. Ja, mooi. Ja, ligt hier. Dus, gebruik je intuïtie. Om... te weten over wie dit gaat. Oké, nou, dit was het wel. Zal ik nog eentje... of twee. Ik doe er nog één uit deze set. Dan zitten we bijna op een uur. Dat is mooi. Spiritueel inzicht. Ik geef je esoterische lessen en symbolen. En ik help je om inzicht te krijgen omtrent spirituele waarheden. En spiritueel inzicht. Je spirituele inzicht zal op een hoger niveau komen zodra jij jezelf openstelt om op een nieuwe manier naar het leven te kijken. Verruim je bewustzijn en laat beperkende gedachten en illusies los. Besteed aandacht aan allerlei signalen, bepaalde informatie die 3 of meer keren op je weg komt. Let op bepaalde geometrische vormen en symbolen in de fysieke werkelijkheid of in je geestesoog. Weet dat je verruimde bewustzijn ook veranderingen kan aanbrengen in je relaties en je loopbaan. Ik zal je door deze veranderingen heen leiden, zodat je leven je innerlijke ervaringen weerspiegelt. Wauw. En aartsengel Razael, als magiën alchemist, die helpt ons te begrijpen, om denkbeelden te begrijpen die tegen je logica ingaan. Hij verandert en breidt je gewone denken uit op zodanige wijze dat het een helend effect op je heeft. Als je hunkert naar meer spiritueel inzicht, vraag dan Razael om in je dromen te verschijnen. Nou, prachtig. Nog eentje. Maar dan uit deze set.
Wijsheid orakel. Twee. Ha. Ja. Twee kaarten vallen eruit. Vrede en tot het uiterste gaan. Die is al wel vaker ook naar voren gekomen. Wees bereid om in liefdesrelaties tot het uiterste te gaan. Maar ik ga eerst naar vrede. 23. Bevrijd van een relatie, zegt deze. Bevrijd van een relatie. Totale acceptatie. Dat kwam hier ook in voor, hè? Bij dat lot. Accepteer wat er gaande is, wat er gebeurt. Totale acceptatie. Het kan niet beter worden dan dit. Een rustige geest, een vervuld hart, geen armoede en vrede in je ziel. Totale acceptatie is de weg naar vrede. Alles in je beleving is precies zoals het zou moeten zijn. Harmonie is mooi, geniet ervan. En dit is dan voor je bestemd. Wanneer twee mensen helemaal met elkaar overeenstemmen, dan lijkt het alsof het voorbestemd is. Ze zijn als twee perfecte, op elkaar afgestemde instrumenten die samen spelen. Soms is het moeilijk om te zeggen wie wie is. Er is vrede en daar mag je van genieten. Dit is voor je bestemd. Dit is voor je bestemd. In plaats van, daar hier word je naartoe geleid. In plaats van, dit. En dat je, ja... Wees dan bereid om het oude los te laten. Tot het uiterste gaan. Wees bereid om in liefdesrelaties tot het uiterste te gaan. Moed. Waag de sprong. Overwin je angst en accepteer risico's. Dat is ook vaak geweest, hè? Moed. Heb moed om het oude achter je te laten, om risico's te nemen voor het nieuwe, om het onbekende in te gaan. Neem dat risico. Oh, dat is toch bijzonder, hè? De enige keus, zegt deze kaart, die je nu hebt, is het onbekende tegemoet zien als jij vooruit wilt komen. En je mag bang zijn. Je moet nu wel een risico nemen dat je niet hebt ingecalculeerd, om de opwinding te voelen dat je klaar bent om een sprong te wagen. Als die magier. Er wordt je gevraagd om je ware zelf te laten zien. Luister naar je hart, naar wat je van binnen voelt. En laat zien wie jij werkelijk bent. Ga tot het uiterste en ontdek dat je kunt vliegen. Je moet in het diepe springen, zodat je de wonderen kunt ontdekken. Spring in het diepe. Hef die besluiteloosheid op. Congratulations, zegt deze kaart. Of wil je nog meer ellende? Invloed van anderen om eindelijk je besluiteloosheid op te heffen. Het is beangstigend om een echt intieme relatie met iemand te hebben die alles van jou mag zien. Vooral datgene wat jij verborgen hebt gehouden en hebt beschermd. Maar je moet nu het risico nemen en laten zien wie jij bent. Je moet jezelf echt laten zien. Het is belangrijk dat jij zegt wat je wilt. Vertelt waar je behoefte aan hebt. Duidelijk bent. Zegt waar je op hoopt. Je moet nu niet kiezen voor veiligheid, maar de sprong wagen. Je zult blij zijn als je dit doet. Dit geldt ook als je op zoek bent naar een relatie. Zet een stap in de goede richting en dan kom je steeds een stap verder. Angst leidt je naar plaatsen waar je niet hoeft te zijn. Waar je nu het meest bang voor bent, is een illusie die voortkomt uit een oude overtuiging. Verlaten, in de steek gelaten worden. Die niet eens waar is. Je moet nu moedig zijn. Je zult niet verloren zijn op zee. Je zult niet zien hoe iedereen krijgt wat jij wilt, terwijl jij alleen wordt gelaten en niemand van je houdt. Wat een drama. Verkeerde tekens lijken als werkelijkheid boven je hoofd te hangen. Hoe meer jij zwelgt in angst, des te werkelijker het wordt. Vraag jezelf eens af, wie in mij is er bang? Heb het deel van jou lief. Vraag, is dit waar en echt? Hoogstwaarschijnlijk is het antwoord nee. Geef jezelf een knuffel. Het is oké om bang te zijn.
Je moet moed verzamelen. Ook als je weinig vertrouwen hebt en bang bent. Spirit vangt je altijd op. Wauw. Dat was het. Kan voor meerdere mensen een boodschap zijn, voel ik. Enerzijds voor mensen die vasthouden aan een destructieve relatie en daar een tweelingvlam label op plakken. En waarop heel duidelijk wordt gezegd, laat dat los. Want als je op de verkeerde persoon een label tweelingvlam plakt, dan houdt dat je gevangen. Kies voor dienstbaar zijn. Maar dan moet je eerst dienstbaar zijn aan jezelf. En aan je eigen verlangens. Bereid te zijn om risico's te nemen. Keuzes te maken die goed zijn voor jezelf. Ja. Twee vallen er nog uit. Ik ontdek dat hoe meer ik mijzelf uit vrije wil geef, des te meer mij gegeven wordt om te geven. Dit past hierbij. Wees in de ware liefde bereid om tot het uiterste te gaan. Geef uit vrije wil iets van jezelf. Dienstbaar. Geven, daar gaat het om. Ja, en deze valt er ook nog uit. In een tweelingvlamproces leidt de vrouw, de vrouw leidt in dit proces samen met Spirit. En dit is dan een vrouw die al in de missie werkzaam is. Die dus al geleid wordt door Spirit. Gebruik je eigen intuïtie. Of jij, of er een vrouw is in jouw leven die jou leidt in dit proces. Of dat je zelf die vrouw bent. Maar dan moet je echt al de boodschappen van Spirit duidelijk horen en die opvolgen. En niet je nog laten leiden in angst. Het is heel belangrijk dat heel duidelijk te weten. Oké. Ook voor sommige personen nog dat dit eruit valt. Ik dank je voor het kijken. Ja, pittig. Maar wel heel duidelijk weer, vind ik zelf. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dat je bereid bent om die stilte in te gaan. Naar je essentie terug te keren. En dan weet jij echt wat je moet doen. Hoe moeilijk die beslissing ook is. Ik wens je heel veel kracht en liefde voor jezelf. Dank voor het kijken nogmaals. Bye bye.